mastermind. De leerlingen krijgen per tweetal een briefje en een pen mee. Vervolgens gaan ze oefeningen doen. Bij elke oefening staat oefening 1, of 2 of 3. En er staat een lijst van wat ze moeten doen bij de oefening. De leerlingen gaan de oefening uitvoeren. Vervolgens krijgen ze een viercijferige code, die schrijven ze op. Dus ze doen 4 oefeningen, daarbij krijgen ze allemaal cijfers. Vervolgens komen ze bij ons terug. Gaan wij controleren of de code goed is. We geven aan of 1 juist is, of dat bijvoorbeeld 1 niet juist is. Of dat het op een andere plek moet. Op die manier kunnen ze steeds alle oefeningen doen en een juiste code krijgen. Ja. Oké, benenoefening voor de benen en de billen is een squat. Zometeen gaat Lisa squatten. Ze is eigenlijk aan het spijkerpoepen. Ze maakt een squat en als haar lintje in de pion komt, heeft ze een punt. De squat doe je met de rechterrug en benen in de hoek van 90 graden. Lisa kijkt niet zelf of ze hem geraakt heeft, dat zegt haar maatje. Want anders ga je bukken en dan krijg je kromrug. Oké. Mis. Iets verder naar voren. Squat met medicijnbal. Zo gaat Lisa squatten tot een hoek van 90 graden met de rechterrug. Heeft ze gesquat, dan moet ze mikken in de hoepels. De eerste rij hoepels is 10 punten, de tweede rij hoepels zijn 20 punten en de derde rij hoepels zijn 30 punten. Haal je 120 punten, krijg je de eerste cijfer voor mastermind. Haal je rug recht en nu squat. Ja, weet je. Deze oefening gaat om de schouders en om de borstspieren. De bedoeling is dat ze straks gaan opdrukken in de TRX. Op het moment dat Femke de bal heeft, is Rut laag. Femke paast de bal naar Rut. Rut mag omhoog komen, mag de bal aannemen en weer terugpasen. Op het moment dat ze 10 keer hebben overgepaast, hebben ze een punt binnen voor mastermind. Yes, Femke, jij mag beginnen. Omhoog, heel goed. Daar is het erop dat je rug goed recht blijft als je laag bent. Deze oefening kan je super makkelijk of moeilijker maken door gewoon je voeten wat meer naar voren of naar achteren te zetten. Dat is super handig. Oh, Femke, je rug blijft niet helemaal recht, dus ik ga iets meer naar voren. Ja. Oké, we zijn hier bij oefening nummer 4 aangekomen. Deze is bedoeld voor de core. Dus als Femke al klaar ligt in de plank op een boom en zij mag straks gaan bonen. Gooi 3 pittenzakken richting de pionnen en kijk hoeveel ze erom krijgt. Vervolgens is de tweede van de tweede aan de beurt. Die gooit er ook weer 3. Op het moment dat ze met z'n tweeën 20 blokjes hebben omgegooid, krijgen ze punten voor het mastermind. Kijk, Femke, ga eerst voorbij. Oh, dat zijn er al 3 matches. Let erop dat je hier niet omhoog komt, hier blijft je nog eentje. Het is wel fijn dat je stuk een beetje mag. Mag je pittenzakje op? Je moet wel eentje. Lisa op 2 yogaballen. Die zorgt dat ze de core goed aangespannen houdt. Ze rolt met haar handen een bal weg en die legt hem vervolgens weer neer. Die legt allebei 2 keer het parcours af. Heen, weer. Ja. Straks gaat Lisa grabbelen en die komt in een blaadje. Het blaadje staat een ding, dat moet ze tekenen. Dat is goed voor je buikspieren. Maar laat het zien. Lisa grabbelt. Ik mag niet zien wat gegrabbeld wordt. Ik ben nu Lisa's maatje. Lisa doet de stift tussen de voeten. Ziet dat goed de core wordt aangespannen. En ze tekent. Volgens mij is het een zonnetje, klopt dat? Ja! Nou, dat klopt. Dan gaat elke tweetal 2 blaasjes. Oké, bij deze oefening is het een oefening voor de schouders en de rug. Femke gaat zich zo meteen naar voren trekken op het matje. Dat doe je in het tweetal. Is Femke heen en weer, dan gaat het andere deel van je tweetal. In totaal ga je 6 keer heen en weer. Femke laat maar zien. Zodat je rug recht houdt, goed op en naar voren, netjes.
idee. Dit is een oefening op een hoge intensiteit. Het gaat om een excessief intervaloefening. Femke die gaat straks als eerste 1 minuut lang proberen de hartslag rond de 170 slagen per minuut te krijgen. Rut die heeft de rustperiode om geprobeerd om op 100 ongeveer te houden. Dus zij gaat op een lage intensiteit toch bezig blijven. De oefening voeren ze samen uit. Na 1 minuut wisselen ze om. Dit doen ze in 3 series. Sorry, 2 series van 3 herhalingen. Heel goed, Femke. En zorg dat je intensief bezig blijft. Je hartslag moet hoog worden. Ja, nog een keer. Goed. Nog 1 keer. Houd je hartslag hoog. Oké. Rut, rustig lopen, Rut. Hartslag moet rond de 100 blijven. Heel goed. En Femke hoog.